Hallo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaat... Trok je nou mijn haar? Nee. Oh. Vandaag gaat de video mijn make-up doen. Zoals jullie zien ben ik make-uploos. Ik weet niet of ik het aandurf. We gaan ons best doen. Ik denk wel dat het heel mooi gaat worden. Ik heb er wel echt vertrouwen in. Heb je een beetje verstand van make-up? Kijk je wel eens, heb je wel eens ooit naar een make-up tutorial van gekeken? Nee, niet van jou, maar wel van die Nikki tutorial. Waarom? Omdat je dat gewoon voorbij ziet komen. En dan check ik het maar. Ik vind het gewoon grappig eruit zien. Dat je stapje voor stapje moet. Dan dit laagje, dan dat laagje, dan daar, dan daar. Lijntjes maken. Ja, het ziet er wel. Lekker een beetje op een tekening, zeg maar. Maar dan niet op papier, maar op je gezicht. Oké, nou we gaan beginnen. Ik ga je wel een beetje tips geven. Of mag dat niet? Oké, geef me maar tips. Nee, eigenlijk niet. Ik moet gewoon raden waar wat voor is. En dan moet ik gewoon... Oké, weet je waar je mee moet beginnen? Ja. Waarmee? Met de foundation. Oké. Toch? Oké, ja. Toch? Oké, ik wil alleen wel zeggen dat je deze twee met elkaar moet mengen, totdat je mijn huidskleur hebt. Het is een bruin flesje, Wonderweer heet het. Wonderweer. Dat moet ik dus nu mixen, zeg voor nou. Wonderweer of wear? Zo toch, hoe heet dit? Van MAC? Nee, is dat NYX? Oh, NYX. Dit is van NYX jongens. Of dames, ladies. En ik heb het nu gemixt op mijn hand, palm, en dan ga ik het dan maar hier op dit sponsje, ze heeft het net gewassen met zeepsel, dat ruik je ook, ruik je dan ook op je gezicht, volgens mij niet. Dit ga ik dus nu aanbrengen in haar gezicht. In mijn gezicht? Nee, op jouw gezicht. Maar eigenlijk mag je niet kijken in de camera, want dan zie je wat er gebeurt. Oké, ik draai de camera, ja. Nee, want dan weten we niet of het goed is. Ik moet het kunnen zien, zeg maar. Jij mag niet kijken. Ja, maar hoe kan ik niet kijken als de camera tegenover me? Nee, foundation opgedroogd in mijn hand. Helemaal niet. Ik weet dat dit ongeveer is hoe die vrouwen doen. Uitschrijven. Het voelt alsof je Nutella broodje aan het uitsmeren bent. Ja. Je moet deppen. Oh, deppen zo. Maar zie je even klikken, dat mag niet. Oké, ik ga niks meer zeggen, ja. Hey jongens, ik ben het dus nu aan het deppen. Eigenlijk heeft Vonneke dat gezegd en dat mag niet, dus nu mag ze dat niet meer doen. En dan is ze mij tips aan het geven. En dan heb ik één donkere moedervlek nu in mijn hand. Oh, maar dit bedekt dus al die pijsten bij die vrouwen. Vals spelers, dat ze zijn. Ja. Ik vind dit wel genoeg eigenlijk. Moet over je hele gezicht toch? Sorry, sla me bijna bewusteloos. Ik weet ook dat je vooral bij je nek doen. Omdat je dan, anders zie je een verschil toch? Van gezicht en nek toch? Zo, ja, ja. Maar daarom zie je vaak ook bij hun kleding een donkere vlek. Nou, dat is gedaan, het deppen. Dan gaan we, weet je wat ik ga doen jongens? Ik ga beginnen met de liquid make-up. Dat is high definition concealer. En dit is volgens mij voor de lippen. Nee, voor de ogen toch? Dit moet voor onder je oog toch? Of voor op je wangen toch? Kijk, dit moet hier volgens mij voor onder de ogen. Juist, ik weet het al. Let op jongens. Nee, niet. Hou je gezicht recht. Nee, niet scheef. Kijk, dit moet zo. Kijk, maar nu hou je hoofd scheef en kijk in de camera. Dus nu is het op je neus gekomen. Dat is het is niet op mijn neus. Het is op je neus gekomen. Oh, chips. Kijk, met deze jongens moet ik het dan deppen. En dat doe ik dan als volgt zo. En nu weet ik het echt precies hoe die vrouw dat dus doet. Zo, ook op hun ogen doen ze dat, weet ik. Juist. Ja. Ja, hè? Wacht, ander oog dicht. Zo doen ze dat dus, die vrouw. Goed deppen, anders ziet het er als een vlek uit. Maar nu lijkt het juist heel droog. Alsof je oog heel droog is, alsof het crème nodig heeft. Ook niet zoveel mijn ogen. Oké, ja, nu maar kijk eens. Ja man, ik heb het wel echt goed gedaan. Maak er maar geen routine van. Nou, blijf zo zitten, niet in de camera kijken. Aha. Op het einde laat ik jullie echt het eindresultaat zien. Maar ik wil mij even aan Vonneke bewijzen dat ik het ook kan. Het is poeder denk ik voor je hoofd toch? Ja. En dan gebruik je een kwast, denk ik. En dan... Ik denk dat dit meer is voor de kaaklijn toch? Je weet toch wat ik bedoel? Voor de kaaklijn.
Wat die vrouwen willen, die strakke kaaklijn. Nee, contour. Contour, toch zo? Nou, je doet echt kapot veel, hè? Het doet veel, maar ja. Je ziet helemaal niks. Wauw, je kaak is gewoon lekker strak. In ieder geval, want ik ben een beetje stil, maar omdat ik heel goed aan het concentreren ben, jongens. Ik doe dus nu een beetje van dit poeder. Dit heet... wat is het ook weer? Finishing powder. Voor de finishing touch. Maar we zijn eigenlijk nog bij het begin. Dus ik weet niet waarom het finishing touch heet. Volgens mij moet dit dan pas op het einde, toch? Ja. Toch? Ah. Maar ik vind het beter om het gelijk in het begin te doen. Want dan zie je gelijk... grote plaatje, het grote verschil. Nou, ik doe dus vanaf de oor naar de kaak, of naar de kaak. Nou, heel mooi, hier ook nog een beetje. Niet in de camera kijken, je keek. Ik zag dat je keek. Sorry, ik heb per ongeluk. Nu gaan we, dit ken ik, dit van Koopvoorne. Dit is zeg maar voor als je van die puntige Chinese ogen we maken, toch? In die hoekjes. Hoe heet het ook weer? Dit gebruiken vrouwen als ogen. Ja, oogpotlood is dit, toch? Nee. Dit gebruiken ze hierboven voor die zwarte lijntjes, toch? Ja, het heet eyeliner. Eyeliner, juist. Oké, maar dan moet je wel heel stil zitten. Ja. Oh, wat ik ook weet. Oh, dat doen vrouwen ook altijd. Maar dit is niet een normale eyeliner, hè? Nee, dit is van... Sunglaze. En niet alleen, dit is geen normale eyeliner. Hij plakt ook nog eens. Dus je wimpers, die plak je er zo op. Wimpers zijn trouwens ook van Sunglaze. Perfect. Dus dat matcht heel mooi. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga dus nu een lijn maken. Een hele mooie lijn. Maar wat ik ook mooi vind, is dat vrouwen maken zo'n soortige moedervlekje zo bij hun lip. Oh no. Toch? Nee, dat doen mensen niet. Nee, maken. Nee. Dat doen vrouwen ook. Waarom lach je? Vrouwen doen dat. Ja, oké, maar ik wil niet zo. Kunnen jullie in de comments laten weten, vrouwen, ze maken ook vaak met oogpotlood of met eyeliner, maken ze een stip of een streepje bij hun oog. En dat is gewoon een soort van extra, ja, weet ik veel, effect of zo. Oké, maar ik wil geen frat, hè. Ik wil wel echt een moedervlekje. Oké. Waarom lach je? Dan krijg je een streep, hè. Lijkt echt op een vlek, maar ja, we gaan dus nu dit doen. De streepjes maken. Je moet even stil blijven zitten. Want anders, ja, wordt echt heel mooi. Dit zie je vrouwen heel vaak doen. En dan maken ze het in een puntje. Ik heb wel respect voor hoe vrouwen dit doen. Ja, wacht. Hou je ogen dicht. Hij moet ook beneden, toch? Nee. Of alleen boven? Ja. Je keek, hè? Ik keek je mag niet. Niet kijken. Oké, doe je ogen dicht. Ja, chips, nu moet ik met rechts. Ik ga zo doen. Want als je één keer uitschiet, dan moet je gewoon helemaal opnieuw, hè? Voor mij gaat die lauwe heel ver, of niet? Wacht, niet kijken. Ik vind hem ook mooi als hij van onder zo gaat. Nee, van onder hoort niet. Nee? Nee. Oké, jongens, ik ga het zo laten. Ze mag niet in de camera kijken. Nu ga ik door naar de wenkbrauw. Dit is wel echt, dit werkt wel heel veel spanning. Je kijkt, hè? Ja, ik zit te kijken naar wat ga je gebruiken. Want ik heb meerdere dingen voor wenkbrauwen. Kijk, sowieso weet ik dat vrouwen die geen wenkbrauw hebben, of geen wenkbrauw, die maken er zelf een met een potlood. Maar soms heb je van die vrouwen lopen echt met een streepje op straat, toch? Die hebben gewoon één streepje, één keer zo roep, roep. Maar bij Fonne, ze hebben wel wenkbrauwen, maar het is toch moeilijk, hoor. Wow. Hey, wow, maat. Je moet hem ook inkleuren, toch? Ik moet hem ook inkleuren met deze, toch? Doe maar met die. Hij is helemaal afgebroken, man. Doe met deze. Deze heeft een dikke hakken. Ja, zie je, dat is echt beter, maar hij is te dun. Nou, dan gaan we, punt. Ik ben dus nu de wenkbrauw. Het is een beetje stil, maar omdat ik echt gefocust ben, jongens. Ik ben nu de wenkbrauw aan het inkleuren. Maar het lijkt niet echt alsof hij... Hij vult niet echt of zo, zeg maar.
Hij blijft gewoon licht van kleur. Hoe kan dat? Nou, ik ga dus nu van Cap Brown, heet het. Benefit. Benefit ga ik een potje met een kwastje. Dan ga ik dit dus inkleuren. Ja. Oh ja, dat ziet er wel beter uit. Wacht. Boven moet hij een beetje in een rechte lijn. Nou jongens, ik ben dus vonk aan het opmaken. Voor een leuke YouTube video. Ze ziet nog niet hoe ze er zelf uitziet. Maar ik ga haar dit, ik ga dit bij haar in de story zetten. En, maar je filmt toch in, heb je een filter om te zien? Laat jullie even weten hoe ze eruit ziet. Ze weet het zelf nog niet. En de video komt. Wanneer komt die online? Maar je zit er wanneer komt die online? Morgen om 8 uur. Morgen om 8 uur komt de video online. Ze weet nog niet hoe ze eruit ziet. Maar heb je een filter om te zeggen? Ik denk niet dat ze dit goedkeurt. Maar hij gaat online en laat jullie even weten wat jullie ervan vinden. Heb je nog iets te zeggen? Ja, je zit echt in mijn neus te filmen. Nou guys, ik heb nu wenkbrauw 1 gedaan. Nu ga ik wenkbrauw 2 doen. Ik vind het ook wel zeg maar zo apart dat je eigenlijk gewoon dingen op je hoofd smeert. Om het eigenlijk mooier te maken. Dat is wel gek. Ja, zo doen ze dat volgens mij. Ja man. Oké, je ziet wel een beetje verschil. Maar we hebben nu de wimpers gedaan. Of nee, de wenkbrauwen. En dan doe je ogen dicht en draai even naar de camera. Als ik mijn ogen dicht zie, dan zien ze toch niet het hele resultaat. Ja, kijk maar weer deze kant op. Nou jongens, ik heb... Oh ja, je mag niet kijken. Ja. Ik heb Davio net een tip gegeven dat hij concealer onder mijn wenkbrauw moet doen. Zodat mijn wenkbrauw strakker eruit ziet. En dat is echt kapot veel wat je erop hebt gedaan. Ja, maar het is voor allebei, hè. Ja, kom eens. Moet je wel je ogen dicht doen, hè. Ik ga een klein beetje hier smeren. Dan doe ik een klein beetje hier. Moet je het wel dicht houden. Om het recht te maken, toch? Dus ik ben nu dit concealer eten, toch? Smeer ik boven voor elkaar ooglid. Om het een beetje ja, strakker te maken of zo. En ja, het ziet er toch wel minder mooi uit als ervoor. Maar ik weet ook niet hoe die vrouwen dit doen ook. Misschien moet ik wel een keer meekijken met vonne. Ja, maar altijd als ik mezelf aan het opmaken ben, is het kan je opschieten. En ga je die plamuurlaag weer op je hoofd doen, dit en dat. Nou, ik doe dus nu de andere kant. Oh, oh, oh. Zo. Hoe? Met die... Ja, nu heb ik hem goed ingesmeerd, jongens. En dan ga ik hem nu uitdeppen met het sponsje. Wauw. Wauw, wat een effect heb ik gecreëerd. Oké, maar nu is die hele streep wel. Oké, de hele streep is verdwenen. Jongens, ik heb net een streep neergezet. En doordat ik dit erop heb gesmeerd, die concealer, is de hele streep verdwenen. Dankjewel, Fono. Jij doet het toch? Je moet ook heel voorzichtig wegdeppen. Ja, maar dat gaat niet zo makkelijk. Nu ontbreekt er nog een ding. En dat is een streepje boven je lippen, toch? Of niet? Een streepje boven mijn lippen. Wat doen vrouwen altijd? Wat ga je nu doen dan? Op mijn hand. Dat is genoeg toch? En dan ga ik het hierop doen op de onderkant. En dan moet ik het deppen op je gezicht toch? Op je voorhoofd. Alleen daar? Oh, ik denk gewoon over je hele gezicht. Maar dan wordt het weer helemaal lichtkleurig. Ik doe nu bananapowder. Het ruikt niet. Nee, het ruikt niet naar banaan. Waarom heet het dan bananapowder? Huh? Ik zeg eerlijk, vraag me ook af. Zet jullie het even in de comments. Maar ik doe dus nu bananenpoeder op haar gezicht. Dat zorgt voor een... ik denk dat het... doordat je dit erop smeert, dat het dan langer op je hoofd kan blijven ofzo. Dat het er anders misschien uitsmelt. Vanaf smelt door de hitte, maar door die bananenpoeder dat het er gewoon... Weet je, het zo grappig. Dat het gewoon blijft vastzitten. Net als cement op je hoofd.
Pas alleen als je een doekje alcohol erop smeert dat je eraf veegt. Ik ben nog niet klaar, want ik heb nog een beetje poeder. En dan ga ik nu, want wat ik ook vaak mooi vind, is dat een... soms zie ik dat wel hoor, dat een vrouw een streep zo heeft, toch, op haar lip, of niet? Zo'n een zwarte streep, toch? Een zwarte streep? Ja. Dus ik ga nu voor bijvoorbeeld... Nee, sorry, maar ik weet niet bij wie je dat hebt gezien, maar dat is niet mooi. Gewoon boven die lippen. Nee. Die vorm. Dus zo. Kijk, ik heb een snor. Doe normaal. Dat... Kijk, dat het zo... Hier, en dan gaat het weer naar beneden. Ik weet niet naar welke vrouw jij kijkt, maar geen ene vrouw heeft een zwarte streep op dat de lip. Dat heb ik een keer gezien, hoor. Bij wie? Weet ik bij een dood persoon of zo. Nee, kan niet. Nee. Kan dat dus niet? Nee, kan niet. Nee, maar ik heb dat wel gezien en ik vind dat mooi. Dit heb je nooit gezien, dit wil je gewoon doen. Nee. Je bent gewoon aan het kutten. Nee, ik ben niet aan het kutten. Ik heb dit echt ooit een keer gezien, dat iemand lipgloss op had en toen had ze zo'n zwarte streep. Dat was lipliner, geen fucking eyeliner. Oh, heeft dat weer een andere naam? Lipliner heet dat. En dat maakt dus wel, dat is dus wel voor die streepjes, toch? Ja. Zie je? Daar heb ik toch gelijk. Ik heb dus nu een, dus met de eyeliner heb ik een streepje boven de lippen gedaan. En volgens mij, wat moet ik nog meer doen? Die heb ik gehad, die heb ik gedaan. Oh ja, deze voor de wimpers, toch? Mm-hmm. Dus ik ga nu de XXL High Definition. Die heb ik gestolen van mijn moeder. Oh, die heeft ze trouwens van de moeder gestolen, maar dan komt ze wel weer achter als de zusje. Oké, maar ja, ik wil mijn ogen niet kwijt, hè. Dus Vonneke houdt nu haar ogen dicht, zodat ik die erop kan smeren. Kan je voorzichtig doen? Ja. Zo je ogen dicht houden en je hoofd recht. En niet bewegen. Die doet echt hard, hè. Oh, sorry. Ik denk dat ik nu alles gedaan heb, hè. Want lippenstift had je al. Oh, nu moet ik ze nog plakken. Wow. Ik doe nu de lashes van Sunglaze, de jealous, jaloerse lashes. Jealousy heet. Voor als je ze wil bestellen. En dan moet je ze zeg maar echt eraf trekken, denk ik. Voorzichtig. Anders trek je ze er kapot. En volgens mij kan je deze, hoe vaak? 20 keer gebruiken. Oké, wacht, nog niet open. Mm-hmm. Hij plakt gewoon in één keer, hè. Zo, oh. Ja. Volgende kant. Andere kant. Ga ik nu nummer 2 erop plakken. Nummer 2. Ja. En hij plakt in één keer, ik hoef hem niet echt aan te drukken. Zo mag je wel elke dag naast me zitten hoor. Wacht. Nou. Ik moet nog één ding doen. Nou, en als finishing touch gaan we de enige echte lipgloss. Ik hoef de naam niet eens meer te zeggen, je kent het al. Gaan we opsmeren. Weet je hoe die heet? Deze heet Galaxy. Oh nee, deze is gewoon de... Ja, Galaxy. Nee, hoe heet deze? Dan gaan we die even opsmeren. Mond dicht. Oh. Ja, oh sorry, komt wel heel veel uit hoor. Ja, dat is genoeg hoor. Ja, oh, dan moet je even. En dan gaan we. Ja, eigenlijk ben je zo goed als klaar man. Nou jongens, ik heb nu Vonneke de make-up gedaan. Ik heb mijn best gedaan. Die wimpers en ik zeg je eerlijk, lekker hoor. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar voor iemand die het voor de eerste keer gedaan heeft, ik ga jullie het eindresultaat laten zien. Daar komt ie. Wat vinden jullie ervan, jongens? Kijk, die moedervlek. Waar zit die dan? Hier aan de zijkant. Nou, vond ik even nog steeds niet gezien. Dus ik zet hem even weer terug. En nu kan ze het zelf zien. Wil ik naar mezelf kijken? Kijk, ik zoom voor je in. Daf. Ik lijk op een clown. Ga je zo naar buiten hoor. Maar het heeft wel iets toch? Die streep. Ik denk het is die moedervlek die je maakt man. Ja. Dat maakt het soort van sexy of zo. Maar ik lijk op een chickie die heel hard gehuild heeft, maar toch classy wil zijn. Ja. En dit lijkt me op een snor. Wow.
Ja, maar oh ik weet niet. Ik vind het toch wel... Vind je me sexy zo? Het is echt omdat jij me hebt opgemaakt. Ja, ik geef het in ieder geval een 5 en een... Nee, 6,5. Wat vinden jullie ervan? Laat even de reacties weten. Ik ben benieuwd. En vergeet er niet bij te vermelden. Nogmaals, het is mijn eerste keer. Dus, hoe was jouw eerste keer eigenlijk? Dat zeg je opmaken. Hoe heb je dat geleerd? Ja, ik keek vroeger altijd naar mijn moeder hoe ze haarzelf ging opmaken. Ja, ik er niet. En dat ging ik gewoon kopiëren en sowieso tutorials kijken, maar... Deze wimper, die zit best wel goed eigenlijk hoor, ja, deze. Ja, ik vind wel dat ik het toch wel... Maar deze, die zit dan wel weer scheef. Die zit dan weer scheef, ja. En mijn wenkbrauw, ja... Concealer zit wel op de goede plek. Maar wat dacht je hier? Ja, ik weet niet. Ik vond het wel iets hebben, man. Die lijntje. Dat lijntje. Ik vond het wel kunnen. Nou, guys. Ik ben opgemaakt door de video. Welk cijfer geef je dan? Ja, ik zeg eerlijk. Die snor, die lijkt me heel erg af. Dat is wel echt een minpuntje. Oké, dus zonder die snor. Dus los van die snor. Wat zou je het geven? Toch net een 5,5. Ja. Wel voldoende, maar... Het is niet een 10, zeg maar. Snap je? Nou, ik vind het toch wel, voor iemand die het voor de eerste keer gedaan heeft, toch wel een 6,5 waard. Nee, echt totaal niet. Ik vind ook wel dat... Zou je zo met mij naar de Harbour Club kunnen gaan? Nee, maar kijk ook wat je zegt. Ik weet bijna zeker dat de meeste van jullie mij zeker wel toch wel laten doorkomen met een 5,5. Nou jongens, zet het in de comments, wat vinden jullie van de Fios make-up skills? Geef me een beetje push, man. Support me een beetje, man. Nou... vonden jullie deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet niet mij en de video te volgen. En zet ook even in de comments wat voor leuke dingen we bij de video kunnen doen. Bijvoorbeeld zijn haar scheren of zo. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Nee, mama. Ik ben juist nu mijn haar aan het laten groeien en nu wil alles eraf scheren. Doe maar iets anders. Verzinnen jullie maar iets geks. Ja, wat we kunnen doen. En dan zien we jullie bij de volgende video. Pa, pa, pa.